tekst opstellen. Even een dingetje van tevoren. Wij hebben deze douche, die werkt echt met water. En daarom hebben wij buiten aan de jury laten zien. En daarom hebben wij nou, gaan wij erover vertellen. Dus hij is al wel goed thuis. Okay. En hij werkt goed. En hij werkt fantastisch. Je had het moeten zien, echt. Oké, de vloer is voor jou. Nou, hallo allemaal. Wij zijn Bonneuven College Enschede. En wij presenteren u onze smart douche. Weet je, laatst lag mijn oma 2 uur, 10 minuten en 56 seconden in de douche. Ik kwam bij haar aan, tring tring, en liet niemand open. Ik pakte mijn sleutel en opende de deur. Ik hoorde meteen gegil, het kwam vanuit de badkamer. Mijn oma was gevallen in de douche en ze kon de kraan niet meer uitdoen. En daardoor bleef het warme water over haar heen stromen. Wat erg. Maar weet je, mijn oma die heeft last van haar handen. En daardoor kan ze niet meer alleen de douche aandoen en kan ze ook niet meer alleen zelf de douche schoonmaken. Daarom moet er altijd iemand bij zijn om te helpen. Maar daar hebben wij wat op bedacht. Ik ga nu even een deel van de douche uitleggen. Dit is dan de smart douche. We hebben hier een touchsensor, een bewegingsmelder. En voordat je kan douchen moet je eerst de druksensor, of de schakelaar moet je even omdraaien. Want stel dat er nou kleinkinderen op bezoek zijn, dan gaan die de douche in. Omdat die automatisch aangaat en dan is al het water verspild. Je gaat erin. En de bewegingsmelder ziet je, dan gaat de deur dicht, gaat de douche automatisch aan. Gooi je dan de deur in één keer open, gaat het water stopt het water direct. Als je klaar bent en je stapt eruit en je doet de deur weer dicht, gaan er hier onderaan gaan er 2 sproeitjes lopen. Die zorgen ervoor dat alles heel mooi schoon wordt. En ja, dat is natuurlijk ook heel hygiënisch. Nou, ik ga het hebben over noodsituaties. Er zijn 2 soorten noodsituaties. En dat zijn de stopknop, die zit aan die kant, dat hoor je. En de stopknop is er voor mensen die er vallen en niet meer overheen kunnen komen om het water uit te zetten. Daarom, als je die indrukt, gaat al het water uit en gaat meteen een signaaltje naar bij ons, de zoomer, die daar zo daaronder zit. Maar je kunt het ook natuurlijk naar een familielid of een meldkamer sturen. De tweede is als er geen beweging meer is. Als iemand gevallen is en die is flauw gevallen, die kan niet meer bewegen, kan hij de stopknop ook niet indrukken. Daarom is de beweegmelder daar. Die, als hij die als die 2 minuten niet ziet bewegen en de deur is nog niet open of dicht gedaan, dan gaat het water uit en ook daarom wordt er een bericht gestuurd. Daar hebben we nog een belangrijk punt, het vallen van ouderen. Daarom hebben we een speciale mat gemaakt. Hij bestaat uit het gele, dat is een gewone rubberen mat. Daaroverheen zitten grijze cirkels, die zorgen ervoor dat erin zitten de schootjes. Die zorgen ervoor dat het water direct naar de grond gaat, dat het oppervlak niet glad wordt met alle zeepresten. En als laatste zie je daarbovenin nog de antislip, die zit ook helemaal eroverheen, waardoor de mensen dus bijna niet meer kunnen uitglijden. Nou, we hebben nog een klein dingetje extra. We hebben een al wel bestaande douchekop hebben we ingeplaatst. Deze douchekop is ledverlichting in. Waardoor je zo kunt zien hoe heet de temperatuur is. Dus als het warm is, dan is die blauw. Als het heet is, is die rood. En als het koud is, is die groen. En stel de stroom zou uitvallen, heb je altijd nog een lichtje die werkt, zodat ze niet op de tas helemaal in het donker de badkamer uit hoeven. Iedereen doet veilig met de smart douche. Ik zie jou pikken. Kun jij er nog iets over zeggen?
Nou, we hebben buiten natuurlijk al laten zien hoe het werkt en inderdaad het werkt. Maar wat ik ook echt heel goed vind van jullie is dat je begint met een voorbeeld even een casus voelt doet, zeg maar. Hè, van wat gebeurt er nu en wat was je eigen ervaring? En dat is meteen voor iedereen heel herkenbaar. En dat is wat ik echt een compliment wil geven. Dat heb ik de afgelopen 2 dagen continu gezien. Dat jullie heel veel hebben gecommuniceerd over jullie product, over jullie idee. En dat hebben jullie ook nu weer in een mooie handout hier bij ons neergelegd. En dat is echt complimenten voor. Kijk, nou, ik wil jullie wel vast in de zak zetten. Heel erg, wil jij nog iets op? Nee, laten we door. Oké, nog één. Een aantal mensen hebben al een volg voor ons gekregen, daar staat een site op. En dan kunnen ze even kijken. Ja. Onze site is smartdouche.nl en daar kunnen ze meer over ons idee vinden. Kijk, wat zijn de kosten? Oh, dat moet nog even. Oké. Nog een heel groot applaus. Een eigen website al erover gebouwd, hè? Om maar eens even aan te geven hoe enthousiast er hier wordt opgesprongen met deze finale en deze prijsvraag. We gaan snel door naar het streek. Wie is waar? Ja, daar zijn ze. Ah, kijk, ja. Ook weer een prachtig stukje knutselwerk. Het streek, zijn jullie er klaar voor? Sure, zegt hij. Nou, hartstikke goed. Dan geef ik jou de microfoon. En dan is de vloer van jullie. Hallo allemaal. Ons idee heet Happy Stairs. En wij komen uit CSG het Streek, uit Ede. En ik ben Timo van Dijk. Ik ben Jomer Derksen. Ik ben Sharon Wonder. En ik ben Brigitte van der Lucht. Wij gaan het hebben over het vooronderzoek, het idee, de werking. Of het voldoet aan onze eisen, wat wel zo is.